Goedemiddag. Liefhebbers van tosti's, opgelet. We lopen in deze video een dagje mee bij Happy Tosti. Bij deze horecaformule draait het niet alleen om het eten, want dit Nederlandse bedrijf maakt en serveert eten door mensen met een arbeidsbeperking. In deze reeks op zoek naar unieke Nederlandse bedrijven gaat nu.nl langs bij Happy Tosti om te horen wat dit bedrijf nou zo uniek maakt. Het is 's ochtends vroeg als het personeel nog bezig is met alle voorbereidingen. Bij Happy Tosti kom je natuurlijk voor het eten, maar het bedrijf is veel meer dan dat. Het is niet voor niets dat het bedrijf begon als Tosti van Josti. Maar die naam is later aangepast omdat het de verkeerde associatie gaf. Veel mensen denken bij een beperking gelijk aan iets wat zichtbaar is. Dus bijvoorbeeld het syndroom van Down. Dat is nou net de doelgroep waar wij niet mee werken. In Nederland zitten er gewoon nog een miljoen, meer dan een miljoen mensen aan de kant. Die ook geschaard kunnen worden onder de groep mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat betekent echt niet dat ze allemaal syndroom van Down hebben. Zeker niet. De eerste mensen komen binnen en zoeken hun plekje in het restaurant in Den Haag. Het kan zomaar zijn dat jouw tosti wordt gebracht door iemand met autisme of borderline, maar ook door iemand met een lichamelijke aandoening of een visuele beperking. Dit gebeurt allemaal al sinds 2015, toen de vrienden Sam Holtes en Jasper Kool met het idee kwamen om zo'n soort horecazaak op te richten. Onder de naam Tosti van Josti opende de eerste zaak aan de Korte Poten in Den Haag. Inmiddels zijn er 7 restaurants van Happy Tosti. 80 mensen met een beperking zijn in dienst. Op deze maandagmiddag is het inmiddels lunchtijd. De tosti's met chorizo, kip of de klassieke hamkaas worden 1 voor 1 gemaakt en naar de tafels gebracht. De bediening loopt als een geoliede machine en dat is misschien toch wel een klein beetje verrassend. Veel van deze medewerkers hebben namelijk helemaal geen horecaervaring. Zij leren juist bij dit bedrijf hoe het is om te werken. Een jobcoach en de bedrijfsleider helpen waar nodig. Iedereen verdient hier een salaris en daardoor maakt Happy Tosti geen gebruik van zorggerelateerde subsidies. Dus dat betekent dat wij niet betaald worden om zorg te verlenen, maar dat wij primair werken met mensen die in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Mensen die werken met een verminderde loonwaarde, ook wel gezegd. Dat is een werkbaar model, omdat wij waarde betalen naar gelang de medewerker ook waarde toevoegt. Door op deze manier te werken, zegt het bedrijf zelf dat dit Nederland geld bespaart. Er wordt heel hard geroepen dat de werkeloosheid op zijn laagst is. Misschien is dat ook zo als je kijkt naar de mensen die gemeten worden om te werken. Maar deze groep die al zo lang langs de kant staat, ja, is een hele grote vergeten groep van mensen die echt wel goed kunnen functioneren, wat wij laten zien. Goedemiddag. Die grote groep mensen die snoept heel veel van ons belastinggeld op in de vorm van bijstandsuitkeringen en extra kosten die daarbij gepaard komen. Wij zetten deze mensen aan het werk en besparen daarna juist onwijs veel belastinggeld. En ik denk dat er meer van dit soort ondernemers of ondernemingen nodig zijn met deze maatschappelijke missies om dat grote probleem in Nederland op te lossen. Oh, wel makkelijk voor jou. Ja. Ik heb hier genoeg hoor. Oh. Hallo. Dat de eerste vestiging hier in Den Haag zit is overigens geen toeval. Er is voor deze plek, vlak naast de Tweede Kamer, gekozen om een klein politiek statement te maken. En dat is aardig gelukt. Er komen veel ministers en staatssecretarissen hier regelmatig langs. Maar zoals? Mark Rutte komt geregeld zijn kopje koffie halen hier. Staatssecretaris van Sociale Zaken, Gert-Jan Segers. Ja, een heel kleurrijk palet van verschillende politieke functionarissen die hier geregeld langskomen. Lunchtijd zit er bijna op en de eerste mensen verlaten het restaurant. Het had ook zomaar kunnen zijn dat deze mensen hier nooit een tosti hadden gegeten. Door de strenge regelgeving scheelde het weinig of Happy Tosti had helemaal niet meer bestaan. Wij zijn 2 keer bijna failliet gegaan. Je hoort veel grote ondernemers zeggen dat je een aantal keer bijna failliet moet zijn geweest om groter te worden. Daar ben ik het niet mee eens. Maar wat bij ons wel is gebeurd is dat wij heel veel geld moeten voorfinancieren doordat wij met deze doelgroep werken. En als die pot oploopt tot een hoog bedrag, en wij zijn toch, we blijven een tostizaakje, dan kunnen wij dat op een gegeven moment niet meer behappen. En daar zijn we 2 keer bijna aan onderdoor gegaan. Dus dat is wel gevaarlijk geweest voor onze organisatie. Het restaurant stroomt langzaam leeg en ook wij gaan weer op huis aan. Vanaf morgen staan dezelfde mensen hier in Den Haag weer klaar om jouw tosti te kunnen maken.